Bert, jij bent sociaal pedagoog en schoolmaker. Minister Benwijs die maakte bekend dat scholen na de paasvakantie nieuwe leerstof aanbieden. Ook als dat via afstandsonderwijs moet. Een term die daarbij vaak valt is pre-teaching. Kan jij om te beginnen even uitleggen wat pre-teaching precies is? We gaan ervoor zorgen dat iedereen nu al nieuwe leerstof aangeboden krijgt. Maar eigenlijk dat diezelfde leerstof toch nog eens door de leerkracht in de klas nadien, als ze ook fysiek op school zijn, herhaald wordt of opnieuw aangebracht wordt. Pre-teaching is eigenlijk een term die ook voorkomt als remediërend onderwijs. Hè. Eigenlijk gaat het over het idee dat alvorens je nieuwe leerstof aanbrengt bij leerlingen, je gaat kijken welke essentiële leerstof of kennis of vaardigheden die leerling eigenlijk ontbreekt om in staat te kunnen zijn om de nieuwe leerstof die je dan later voor de ganse klasgroep zou aanbrengen, dat die leerling dan beter gaat kunnen volgen. En die differentiatie of remediering vooraf gaan we nu voor een hele klasgroep toepassen. Betekent dat dan dat elke leraar nu met videolessen moet starten of kan het ook op de klassieke manier, denk je? Wel, het kan zeker ook op de klassieke manier. Dus ik denk dat leerkrachten die echt zichzelf geen digitale skills toe-eigenen en die daar te veel tijd mee zouden verliezen, nu, die zou ik aanraden om ook al te gaan kijken naar klassieke zaken zoals teksten opsturen, opdrachten insturen, verbetershuddels opsturen, dingen die je sowieso als huistaak ook al zou kunnen meegeven, bijvoorbeeld spreken in de boekentas, kan je nu ook gewoon mailen naar leerlingen en daarmee kunnen ze ook al aan de slag. Dus dat is denk ik eenvoudig. Langs de andere kant is er een grote win als je natuurlijk met videolessen zou kunnen werken en ook met een aantal live momenten waarop leerlingen ook echt vragen zouden kunnen stellen aan de leerkracht. Videolessen die geef ik als tip, omdat ik denk dat je ze vooraf kan voorbereiden. Leerlingen kunnen ze ook asynchroon, dus wanneer ze willen zien. Dat helpt ook wel in gezinnen waar dat er maar één of twee computers bijvoorbeeld beschikbaar zijn, of soms bijna geen. Hè. Dan kan je wel ook als kind ook gaan plannen, wanneer kan ik daar dan ook gebruik van maken. Belang van monitoren en inschatten van je leerlingen waar ze staan lijkt enorm belangrijk. Zijn er andere manieren naast zo live sessies bijvoorbeeld om in te schatten waar ze staan? Zeker. Allee, voor alle duidelijkheid, afhankelijk ook van over welk niveau we spreken, bijvoorbeeld zoiets als Bingel, dat heel frequent nu gebruikt wordt, of een andere leerplatform waar dat oefeningen op klaargezet worden. Eigenlijk zit daar een schat van informatie in over waar leerlingen staan, waar ze op vastlopen. Dus op dit moment kan je als leerkracht nog altijd bijvoorbeeld via zo'n kanaal dat gaan monitoren. Hetzelfde geldt ook voor platformen in het secundair onderwijs, Smart School enzovoort, waar dat je eigenlijk ook via het opladen van opdrachten of het geven ook van toetsen, hè, want ik denk dat we echt leerlingen ook nu toetsen mogen geven. Toetsen die eigenlijk vormen van taken of opdrachten zijn, maar waarbij dat je als leerkracht ook echt even de analyse gaat maken, waar staat die leerling op dit moment? En dus zeer op maat kan aangeven, kijk, voor die leerlingen voorzie ik extra oefeningen daar rond. Niet elk kind heeft een even sterke thuis om op terug te vallen. Hoe zorg je ervoor dat de gelijke kansen zoveel mogelijk bewaard blijven in deze situatie? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat we moeten ervoor zorgen dat de thuiscontext, dat we die echt in rekening nemen en ervan uitgaan dat niet elke ouder een leerkracht gaat moeten vervangen. We moeten er eigenlijk voor zorgen dat de meeste taken of instructielessen die gegeven worden, dat die echt ook komen van de leerkracht. En dat de ouder eigenlijk vooral ook geholpen wordt. En dat is wel belangrijk om te gaan kijken, hoe kan ik de context zo goed creëren thuis, dat mijn kind dat werk gaat kunnen. En vandaag zie ik te weinig aandacht voor die ouder. En eigenlijk bijvoorbeeld een eenvoudige online ouderavond organiseren, waar je de ouders ook toelichting geeft bij deze nieuwe manier van werken. Net zoals je dat ook doet in het begin van het schooljaar. En dat zit dan vooral op structuur creëren in de dag. Een ruimte hebben op bepaalde momenten waarop je geconcentreerd kan werken. Informatie geven bij. Ik geef bijvoorbeeld als leerkracht elke week een weekplanning mee. Daar staat die informatie op, zodat ouders ook weten, ik kan mijn kind ondersteunen of ik kan er toezicht op houden. Wat is de normale tijd dat een kind zou moeten werken op een dag? Enzovoort. Er zijn heel veel info die je aan ouders kan meegeven. En die ouders die het echt heel moeilijk hebben, ja, die kan je eigenlijk
ook echt nog eens persoonlijk apart gaan benaderen als leerkracht. En die kan je ook opbellen. Er zijn misschien ook brugfiguren die dat soort gezinnen ondersteunen, die je kan gaan informeren enzovoort. Als we zuiver rekenen op zelfsturing van de leerling, ik kan me voorstellen voor jonge kinderen of voor oudere kinderen die dat vermogen in mindere mate hebben, is dat toch bijna een illusie. Is dat niet haalbaar, denk ik? Dat soort competenties, die executieve functies, zo noemen die vaak, hè, dat gaat over, die moet je ook aanleren. En dus, als blijkt dat scholen daar zelf nog niet veel ervaring mee hebben gehad, of hun leerlingen op die manier nog niet hebben opgeleid, dan is het van belang dat je nu ook aandacht hebt en meer tijd inbouwt om te leren zelfstandig werken. En dus eigenlijk te zeggen, van, hoe ga ik dat doen? Ik geef instructies over, nu maak ik een planning. Hoe maak ik een planning? Of ik geef ze een planning, die eigenlijk al voorgemaakt is met beperkte keuzes. Dus naar gelang de maturiteit van mijn leerlingenpopulatie, kan ik daarin meer of minder ruimte geven om dat zelf te organiseren. Ga je dan ook in pre-teaching differentiëren, bijvoorbeeld met één leerling één op één werken op die zelfsturing en bij een andere leerling hem gewoon laten doen, omdat je merkt dat hij het wel kan? Ja, ik denk dat daarin het verschil dat er geen verschil is met het gewone klasdifferentiatie. Het enige verschil is natuurlijk dat je nu zelfs misschien over nog meer mogelijkheden beschikt, behalve het fysiek contact, om eigenlijk echt te gaan zeggen, ik ga nu met een klein groepje leerlingen een verlengde instructie doen. Ik ga één leerling een aparte taak geven om bijvoorbeeld gewoon een planning te maken. En dus dat je eigenlijk echt wel daar voor verschillende leerlingen verschillende taken geeft. Een hele belangrijke is ook de motivatie van je leerlingen. Is het gemakkelijker om hen gemotiveerd te houden als je werkt met pre-teaching? Of zou het net omgekeerd kunnen werken? Ja, ik denk dat daarin ook verschillen zijn tussen leerlingen en hoe dat leerlingen best geprikkeld worden. Of leerlingen die heel graag willen dat er eerst iemand alles uitlegt, alvorens dat je er moet aan beginnen. En je hebt leerlingen die graag zaken uitzoeken. Net zoals er leerlingen zijn die goed zelfstandig kunnen leren en andere leerlingen die vooral ook in groep willen leren of die uitdaging nodig hebben. Motivatie kan je vinden door ook samen te werken. Waarom zouden leerlingen niet ook bijvoorbeeld in groepjes van 2, 3, 4 leerlingen samen aan iets kunnen werken? Dat is perfect mogelijk, ook nu in deze tijd. Tweede is dat je ook altijd de vraag moet stellen, als ik een nieuw thema introduceer of ik ga een nieuw hoofdstuk aansnijden, ja, net zoals bij een goede les, ga je ook proberen om een soort van motiverend begin te hebben. Van waarom doen we dit? Van waar komt dat eigenlijk? Dus waarom zou je daarom niet even nadenken? Welke impuls kan ik geven? Is dat een interessant artikel dat in de krant staat? Is dat een toch kort een verhaal dat je zelf vertelt? Stel, deze periode van pre-teaching eindigt en de scholen gaan weer open. Hoe start je dan als leraar? Hoe pik je in op wat je al aanraakte? Hoe doe je dat efficiënt? Ja. Wat heel belangrijk is, is dat je een goede beginsituatie-analyse doet. Dus eigenlijk die eerste dagen dat je eigenlijk leerlingen terug opnieuw bij jou in de klas hebt zitten. Misschien zelfs de laatste dagen voor je ze bij jou in de klas hebt zitten, is misschien nog beter. Hè. Zijn er wel manieren om zaken te toetsen? Ik zou in principe op dit punt staan in mijn cursus of leerstof. Ik ga eigenlijk echt een keer een paar testen meegeven om te kijken waar mijn leerlingen staan. Net zoals het ook belangrijk gaat zijn om gewoon te praten met de leerlingen. Ik zou echt ook wel meer dan ooit het klasgesprek terug opnieuw naar de voorgrond willen schuiven. Zowel in sociaal-emotioneel, hoe gaat het met iedereen? Ik denk dat er best wel een heftige periode bezig is. En dat het van belang is om dat ook uit te spreken, om daar ook aandacht voor te hebben. Er is van alles gebeurd. Maar ook te praten als je aan een les begint. Ik bedoel, door een paar gerichte vragen te stellen aan leerlingen, als jij bijvoorbeeld geschiedenis geeft of je hebt gevraagd om bepaalde zaken te verwerven. Ook dat is een vorm van toetsing, die dan vooral mondeling gebeurt, waarmee dat je als ervaren leerkracht wel ongeveer kan inschatten van, heb ik mijn klas te pakken? En wat doe je als je dan merkt dat de niveauverschillen groter zijn dan anders, omdat die leerlingen zo individueel gewerkt hebben? Ik denk eerlijk gezegd dat we gaan nog verder dan tevoren naar een verdergaande differentiatie gaan. Hè. Dat denk ik echt. Het is natuurlijk ook wel belangrijk om goed te kijken van wat is de essentie van wat leerlingen moeten mee hebben. En even ook te gaan kijken van waar leg ik mijn lat voor de groep. Hè.
vaak wordt die op een gemiddelde leerling gelegd. Maar natuurlijk kan het nu zijn dat het gemiddelde al geheel op een aantal vlakken wat minder hoog is. Ja, dan is er op zich geen groter verschil. Ga je dan nog kunnen terugkeren naar dat klassikale lesgeven? Of is dat een pad dat we dan moeten verlaten? De vraag gaat vooral ook zijn van hoe krijg ik zaken ingehaald? Hè? Hoe kan ik ervoor zorgen dat bepaalde leerlingen bijbenen? En dat is natuurlijk een belangrijke uitdaging om te gaan kijken. Maar ja, ga ik meer van mijn instructietijd als leerkracht spenderen, verhoudingsgewijs, aan het bijbenen? Mijn antwoord daarop zou zijn ja. Hè? Dus ik denk dat we sterkere leerlingen zelfstandiger moeten laten werken. Ik denk dat we ook moeten ervoor zorgen dat bijvoorbeeld in de basisschool de zorgleerkrachten ook meer ingeschakeld worden om de grote groep aan te pakken. En dat de klasleerkracht die kwetsbare leerlingen intensiever onder de arm gaan nemen. Dus daar zou mijn voorkeur naartoe gaan, zeker dit schooljaar nog, om zo maximaal mogelijk die leerlingen bij te benen. Ik denk dat we een belangrijk kritisch tipping point hebben bereikt, waarbij dat er een grotere groep leerkrachten gaan zijn die zeggen van oké, dit is echt wel ook bruikbaar. Ik kan efficiënter, want eigenlijk is dat de grote uitdaging in ons onderwijs. Hoe kunnen we efficiënter ons onderwijs organiseren? Met de mensen die we hebben en de tijd die er is, willen we meer doen. Dus gaan we bepaalde manieren van leren ook echt moeten omdraaien. Flip the classroom, werken met ingesproken instructielessen enzovoort. Zodat leerkrachten ook meer ruimte hebben om te kunnen differentiëren. Dus ik denk wel dat we een omslagpunt gaan bereikt hebben.